We hebben eigenlijk geen officiële formele afmelding gehad. Dus ik mag zeggen dat ze helaas niet zijn opkomen dagen. Er zijn natuurlijk wel wat informele lijnen met bondscoaches en sporters. En dan geven ze ook aan dat ze het erg jammer vinden. Sowieso, maar er wordt verder ook geen toelichting gegeven. Dus formeel geen afmelding, niet opkomen dagen. Jammer. Nou, zijn begin mei is de EK-karate in Turkije. Wat dat allemaal precies gaat betekenen, dat weten we nu nog niet. Maar het zet wel wat zaken extra onder druk. Jammer, want eigenlijk politiek en sport gescheiden houden, dat is natuurlijk altijd de wens, de ambitie. Maar goed, dat kunnen wij wel willen en vinden. Maar de vraag is natuurlijk ook hoe het gastland waar je komt, hoe die daarin zit en naar kijkt.